echte Molloot, die gaat nu al onrustig worden als hij dit hoort. De muziek van Wie is de Mol? Een van de succesvolste Nederlandse televisieprogramma's. En de ontknoping na het komend weekend. Is het zover, dan zullen we weten wie de Mol is. We gaan er eens even een beetje nader induiken. Ook voor mensen die de Mol niet volgen. Zeer interessant. Twee molloten uit ons eigen Omroep Brabant hokje gehaald. Hessel Rippen en Saskia Nelissen. Wie is de Mol? Jan. Olcay. Ja, zie je? Dat is, ja. Dat is nou het leuke, hè? De een zit op Olcay, de ander op Jan. Ja. En Ruben kan er natuurlijk ook nog steeds zijn. Ja, natuurlijk. Want wie is volgens jou de Mol? Maarten, wie is de Mol? Ja, ik zat heel lang op Ruben. Maar ik begin langzaam te switchen. Jij op Ruben, ja. Ik op Jan. Oké, nou, houden we het zo even voor de vorm. Ja. Dat zijn de drie finalisten dit jaar. Ruben Heijn, zanger. Jan Versteeg van BNN, de presentator. En Otje Gulsen, de modeticoon uit ons eigen wolk. Dat zou wel leuk zijn als de Brabantse zo zijn, natuurlijk. Eerst even voordat we er dieper induiken. Er zijn natuurlijk ook heel veel kijkers en luisteraars die helemaal niks met het programma hebben. Waarom, Hessel, moeten ze volgend jaar gewoon inhaken? Wat is er nou zo geweldig aan dat programma? Want je blijft er voor thuis. Moet ik dat gaan uitleggen? Ja. De miljoenen Nederlanders die het kijken, die weten waarom ze het kijken. Want het is een van de weinige programma's waar je echt concreet aan mee kan doen. Mm. Jij weet bijna even weinig als de kandidaten op televisie. Je gaat met je familie, met je vrienden, op Twitter, op andere sociale media. Ga jij samen op zoek naar de Mol. Dat is een geweldig gevoel. En de mensen die het niet kijken, ja, die gaan dan toch niet overtuigd worden. Dus misschien hoef ik het niet eens uit te leggen. En we zijn al 18 seizoenen bezig inmiddels. Hè? Ja. Dus het is wel bekend waarom het zo goed is, toch? Ja, ik ben overtuigd al seizoenen lang. Maar toch hebben we toch een poging gedaan om mensen de volgend jaar er nog bij te krijgen. Saskia, jij zit dus op Jan. Ja. Waarom is Jan de Mol? Nou, even een disclaimer vooraf. Ik zat gisteren nog op Olcay. En vorige week nog op Ruben. Ik zal je heel eerlijk zeggen. Je weet het niet. Ik weet het niet. Mijn gevoel zegt nu Jan. Hij heeft heel weinig geld natuurlijk bij elkaar gesprokkeld. Ja. Hij is super enthousiast. Ja, maar hij is zo gedreven. Ja. Hij is zo'n kandidaat eigenlijk. Nou, hij wil winnen. Ik denk nu dat hij de Mol is, maar stiekem hoop ik het eigenlijk nog meer. Ja, het zou toch fantastisch zijn als hij de Mol is. De gedroomde kandidaat. Maar dan ook nog een supergoeie mol. Uh-huh. Ik hoop daar eigenlijk op. Waarom is Olcay het, Hessel? Nou, om te beginnen omdat ze uit Brabant komt. Ja, tuurlijk. Kijk, we hebben een goede geschiedenis met mollen die uit Brabant komen. Patrick Stoof was er een. Ja. Patrick Stoof, ook het Waalwijkers. Ja. Dus wij kunnen dat wel. Uh-huh. Laten we eerlijk zijn. We zijn open, we zijn sociaal, we zijn gemoedelijk. Dus was mensen... Mollen Sjors niet van ons? Sjors uit Den Bosch, ja. Dus we zijn gemeen, we zijn geniepig, we zijn doortrapt. Ik wou zeggen slinks en intelligent. Ja. Maar als jij het zo wil benoemen, dan mag dat. Dat moet dan ook een beetje zijn. Voor jouw rekening. Ja. Maar het mooie aan Olcay is, ze heeft sowieso de harten gestolen van het publiek. Ja. Als je ziet hoe zij zich opstelt, hoe hard ze kan zijn, hoe zakelijk ze kan zijn, hoe ze de leiding durft te pakken. Is dat een beetje irritant. En inmiddels is dat wel omgeslagen naar iedereen houdt van Olcay, denk ik. Iedereen houdt van Olcay. Ja. En dat is misschien precies ook de reden waarom ze zomaar eens de mol zou kunnen zijn. Maar zowel Jan als Olcay zitten op Ruben. En die Ruben doet wel hele gekke dingen. Die loopt zo te klunzen en te klooien. En dat valt mij te veel op. Oh. Ik denk dat het een montagedingetje is. Ja. Ja, want we zien niet alles natuurlijk. Nee. Het wordt en de programmamakers willen dat wij natuurlijk dingen zien. Die willen die discussie op gang helpen. Ja. Dus die laten bepaalde dingen zien, bepaalde dingen niet. Het ligt er nou zo dik bovenop. Ruben komt te vaak in beeld. Ja. Olcay en Jan die zeggen het is Ruben. Mm-hmm. Ik geloof het niet meer. Jij gelooft het niet meer? Oké. Dat is wel trouwens het nadeel van een molloot zijn. Je gebruikt het woord al. Hè? Ja, mensen die echt grote fans zijn van Wie is de Mol. De mol fans. En op een gegeven moment overduidelijke hints niet meer zien. Want het zijn zulke overduidelijke hints. Dus ja, dat is een beetje een valkuil. We zitten ook wel een beetje te diep in de materie om misschien nog echt goed te kunnen. Je kunt niet meer helder nadenken. Je krijgt die paranoia in je hoofd. Is bij ons natuurlijk ook aanwezig. Ik had pas geleden Ruben Heijn, zanger, die heeft 2 weken geleden volgens mij zijn laatste album gelanceerd. Dat heet Groundwork Rising. Nou, wat doet een mol? Dat is too groundwork dus. En graaft een molshoop die naar boven komt. Het is te overduidelijk? Ja. Ik vind het ook. Ik vind het er te dik bovenop liggen. Oké, dus Jan, Olcay. Hij moet gewoon Olcay worden. Dat zou namelijk helemaal tof zijn, omdat Ruben zit op Jan. Jan zit op Ruben. Dus als het dan Olcay is, is het helemaal geweldig. Ja. Maar dat zou een hele mooie uitkomst zijn. Maar dan blijft staan. Het zou natuurlijk
eigenlijk nog leuker zijn als Jan het zou worden. Nee, gewoon, dat vind ik dat, niet. Dat, nee, dat is dus, ontzettende nee. fanatieke. Maar het leuke is, gewoon geen geld binnenhalen. We weten het helemaal nog niet, hè? Nee. Het is dit jaar anders dan voorgaande jaren. Wat? Voorgaande jaren werd er in het land waar het spel wordt gespeeld, werd bekendgemaakt wie de mol is. Dus de drie finalisten wisten in ieder geval wie is de mol, wie is de winnaar, en dan werd het wie dus in de uitzending bekendgemaakt voor heel Nederland. Maar de drie kandidaten die over waren gebleven, die wisten het al. Ja. Nu weten zij het ook niet. Oh. Aanstaande zaterdag is de officiële ontknoping. En dan pas weten ook de drie finalisten pas wie is de mol. Dus we zijn er eigenlijk nog meer bij dan vorig jaar. Ja, het is te spannend. Stel, zaterdagavond ineens de buren hebben een leuk feestje. Gezellig. Kom je ook langs? Verjaardagje. Ik heb al een feestje afgezet. Je hebt een feestje afgezet. Ja. Ja. Ik ga samen met mijn twee prachtige dochters, Teerza en Jael, die mogen opblijven. Ja. Ola, chips kijken, op de bank. Ja. De hele gezin gaan wij dat zitten kijken. Precies. En dat is natuurlijk, dat is echt speciaal. Want dat weet dus zelfs ik nog. En zo oud ben ik nog niet. Maar het loopt al 18 seizoenen. Ik heb ook vanaf het begin af aan gekeken. En dan mocht je dus op zaterdagavond opblijven om de finale van Wie is de Mol te zien. Ja. Nou ja, dat is heel speciaal dan.